500 projecten zijn gerealiseerd in deze laatste periode onder directe leiding van deze man. Als er twijfels nog waren, is dit het boekwerk van onze prestaties van 2015 tot en met 2020. Van visie naar verworvenheden, maar het is niet gestopt, het stopt niet hier, president. Wij zijn nu bezig, dit is in alle geheim gedaan, 1 jaar lang dit project om alles voor u neer te zetten. We zijn nu bezig met 2010, 2015. Maar nog iets. Het kan niet anders dan op de vooravond van 40 jaar Revo dat wij toezeggen aan de leider van de revolutie, aan de onze voorzitter, dat wij nog 1 ding moeten doen. Wij moeten de hele revolutie vanaf 75 al, 80 en verder, neerpennen. En het project is al gestart. Wij gaan het neerzetten in de encyclopedie. Een boekwerk, het team is ready, president. U bent er altijd voor ons geweest, maar wij zijn er ook voor u. Dank u wel. Dank u wel. Geweldig, geweldig, geweldig. Ik dank u allen en ik dank in het bijzonder Abidjan. Ik dank de Almachtige dat hij ons beschermd heeft. Ook tijdens de periodes waarin wij fouten hebben gemaakt. Maar hij kan in ons hart zien om te weten dat die fouten zijn gemaakt uit een stukje menselijke onvolkomenheid. Afgemaakt, zoals dat is gebeurd in vele andere landen in Latijns-Amerika. De invasie in Grenada zal bij ieder nog vers in het geheugen liggen. Gelukkig heeft het wettelijk gezag voor in nationaal belang kordaat en succesvol ingrepen. Anders zou de ellende veel groter zijn geweest. De lijst met Surinamers die vermoord zouden worden is in schril contrast met de 15 Surinamers die in december van dit jaar helaas het leven hebben moeten laten. Het is dus absoluut niet zo dat gewoon op een blauwe dag bij heldere hemel de militaire leiding is opgestaan en 16 Surinamers heeft opgepakt om daarvan 15 om daarvan 15 ervoor te zorgen dat wij gespaard zijn gebleven van een grotere slagpartij in Suriname. Wie dat denkt, is erg negatief. Er is veel daaraan vooraf gegaan. Suriname is nooit door Nederland gecompenseerd. Integendeel is dit land doorgegaan met haar pogingen tot destabilisatie. Zij misbruikt hiervoor vooral de gebeurtenissen van december 1982, welke wij als Surinamers moeten betreuren en voorkomen dat zulk zich herhaalt. Hiertoe heeft Nederland aangezet tot het beginnen van een strafproces die recentelijk nog heeft geleid tot een aantal vonnissen tegen een aantal heldhaftige, rechtgeaarde Surinamers. Een aantal van deze helden is er iets overleden. En zullen zich keren in hun graf. Dit verdienen ze niet. De natie heeft de historische opdracht om deze helden die gestreden hebben voor het vaderland postuum te rehabiliteren. Het meest actuele en spraakmakende vonnis in dit verband is recent uitgesproken tegen de leider van onze revolutie onder regie van Nederland. Frappant daarbij is dat onze rechterlijke macht zich hiervoor heeft laten lenen, waarbij ze nooit heeft geëist van Nederland om de archieven die zij voor 60 jaar hebben afgesloten openbaar te maken en ter beschikking te stellen in verband met haar onderzoek en ondanks de gewijzigde amnestiewet. Wat zijn de vervolgstappen
in het decolonisatieproces. Evaluatie en professionalisering van de NDP als motor van het decolonisatieproces. Evaluatie en actualisering van onze grondwet na 33 jaren, zodat deze beter voldoet aan de huidige aspiraties van ons volk en aan de huidige tijdsgeest en wat internationaal gangbaar is. Hiertoe zal een nationale commissie grondwetaanpassing moeten worden ingesteld. Hervorming van de rechterlijke macht, zodat deze voldoet aan de aspiraties van ons volk. Thans fungeert dit orgaan van de trias politica als een staat in een staat wat absoluut niet kan. Ik ga dit herhalen. Hervorming van de rechterlijke macht, zodat deze voldoet aan de aspiraties van ons volk. Thans fungeert dit orgaan van de trias politica als een staat in een staat wat absoluut niet kan. Het is onkan. Wij zullen daarvoor moeten vechten.